Uit onderzoek is gebleken dat wij Nederlanders een relatie pas echt serieus nemen na 5 maanden. Maar wat denken de stadjers? Wanneer nemen zij nou echt een relatie serieus? Wanneer neemt u een relatie serieus? Als ik al lange tijd met iemand samen ben, mag ik hopen dat ik dan de relatie al serieus neem. Ja, dat denk ik wel, ja. Wanneer neem ik een relatie serieus? Als het wederzijds vertrouwen heeft. En wanneer heeft dat vertrouwen? Als je elkaar beide vertrouwt. Bij de eerste echte date? Ja, ik vertrouwde hem wel. Want ik kende hem ook al langer. En ja. Ja, ik denk gewoon een gevoel. Dat is voor mij niet echt een moment dat ik denk van, gewoon nu of zo. Het is gewoon als je het zo voelt. Zodra de relatie mij serieus neemt. Weet je, als je langer een tijd bij elkaar blijft. En voor elkaar zorgt en voor elkaar bent. Ook in slechtere tijden. Als degene heel erg aardig is. En als je goed vertrouwen is. Nou, als er een van de twee, als er wat gebeurt, of als het allemaal niet zo lekker loopt. Ik denk dat het dan wel eens makkelijk gezegd wordt van het loopt niet zo lekker, laten we er maar mee ophouden. En dat je er ook wel voor vecht om met z'n tweeën bij elkaar te blijven. Wanneer vertrouw je zo iemand? Als je alles aan diegene kan vertellen. Als ze bij mijn ouders thuis komen. Als je wat waardere gevoelens voor elkaar voelt. Het houden van. Wanneer we elkaar vertrouwen. Dan neem je het serieus. Ja, wel redelijk serieus, ja. Oh, heb je al verkering? Ja, ik heb al verkering. Oh, wat jammer nou.